De regering heeft een deel van de achterstallige subsidie ten behoeve van de leden van de particuliere lijnbusorganisatie PLO ingelopen. Er is alvast voor 4 maanden gestort. De resterende achterstand is over de periode oktober tot en met december 2017. Dit wordt bevestigd door PLO-voorzitter John Mahadeo Singh. 4 maanden is al overgemaakt en we zijn nu bezig die mensen te betalen. Er is nog een kleine achterstand, maar zodra we dit hebben ingelopen, we hebben iedereen uitbetaald en de stukken zijn verwerkt, dan kunnen we overgaan tot de volgende betaling. De 4 maanden in welke periode? Dat is het derde kwartaal. Derde kwartaal, dat betekent tot en met september. Dus we hebben nog oktober, november, december nog over. Voor 2017. De subsidie per buschauffeur wordt betaald afhankelijk van het traject en de dagen die hij rijdt, zegt Mahadeo Singh verder. Grote zorgpunt voor hem is dat heel veel buschauffeurs de subsidiemiddelen niet eens komen ophalen. Hij doet daarom een oproep naar deze groep om zich aan te melden. Ook zegt Mahadeo Singh dat minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft beloofd dat in 2018 de betalingen vlotter zullen verlopen. In 2018 dat het beter gaat gaan. En wij van onze kant moeten dan op tijd de verwerking doorsturen. En het hangt helemaal ook van de bushouder soms af. Hè. Kijk, we zijn nu mee bezig met de betalingen. En we roepen lijn 6 op lijn 7 en 8. En als een deel niet komt, hebben we een probleem. Omdat we dus steeds moeten wachten. En het wachten duurt lang. En dat betekent, wanneer we moeten wachten, dat kunnen we niet uitbetalen, dat geld blijft. Maar op een gegeven moment moet je stoppen. Want dan dupeer je andere mensen die wel hun geld hebben opgehaald. Er zijn een aantal bushouders die niet op tijd komen. En dat houdt de zaak op. Het ligt niet altijd aan het ministerie, maar het ligt ook aan de bushouder zelf. Als jij niet komt opdagen, blijft dat geld op de rekening. PLO-voorzitter John Mahadeo Singh tegenover onze nieuwsdienst. De regering is gestart met het inlopen van de subsidieachterstanden bij deze busorganisatie.